Mijn naam is José A. Vandaag een vraag toe eigenlijk in vroeg juli 2016. Is iCloud Bv1 een private functie? Die gaat op punt 0,0 tot punt 2839 en punt t0 zoeken de waarde van t. In feite is t een nulwaarde, we gaan de nulwaarde zoeken. Eerst, door 0 betekent een constante term 0. Dus c is 0, dat geldt door functie door 0 punt. Dat betekent i kwadraat plus bx is uw functie. Ja. Nu, b28 betekent als x 2 is, dan moet u i8 zijn. Dus we gaan x vervangen door 2, dan krijg je dus 8 is gelijk aan a maal 2 kwadraat plus 2 maal b. Ja. Dan wordt in feite 8 is 4a plus 2b. Dan kun je alles delen door 2, dan houd je over 4 is 2a plus b. Dus 4 is, wordt hier 2a plus b. Tweede punt, dan kun je gebruiken 3, 9. Dus als x 3 is, dan moet y 9 zijn. Dus we krijgen opnieuw 9 is dus 3 kwadraat maal a plus 3b. Je krijgt dus 9 is 9a plus 3b. Kun je delen door 3, heb je 3 is 3a plus b over. Dus ik heb twee vergelijkingen waar je a en b moet gaan zoeken. Ja? Dus wat gaan we hier doen dus? Je krijgt dus 4 is 2a plus b en 3 is 3a plus b. Dan kun je gaan aftrekken. B min b wordt 0, 3a min a wordt a. En hier 3 min 4 wordt min 1. Dus a is min 1. Dus je a hier is min 1, dit is min 1. Ja? Dan gaan we b zoeken. Je kunt bijvoorbeeld b28 gebruiken. Als je min x kwadraat plus b hebt, bx, ja? Dan gaan we de punt 28 gebruiken. Ja. Als x min 2 is, dus min 4 plus 2x, bx, 2b is gelijk aan 8, dan is 2b gelijk aan 12. Dus 2b is 12, of b is 6. Ja. Weet je, je verrekking wordt dan min x kwadraat plus 6x. Dus min x kwadraat plus 6x. Nu, uw antwoord d 0, wat betekent? Dan we d, de nulpunten zoeken van deze verrekking. Ja, d gelijk aan 0. Wat zijn de nulpunten van deze vergelijkingen? X kwadraat min x kwadraat plus 6x. Dus je kunt schrijven als x, we gaan min x kwadraat plus 6x gelijk aan 0 stellen. Dan kun je x buiten brengen, dan hou je over min x plus 6. Je hebt twee oplossingen, x gelijk aan 0 of x gelijk aan 6. Dus d is 0 of 6. De waarde van hier staat alleen 6 aangegeven in je functie, in de oplossing de b 6.